Hallo, daar ben ik weer. Vandaag ga ik jullie de kleuroverloop laten zien van Winsor Newton met hun nieuwe potloodenserie. Ik doe het dit keer op papier van Claire Fontaine, 120 gram. Aangezien ik zelf niet kan tekenen, heb ik met een passer iets geprobeerd. Dit is het supermooie blik, strakke blik van Winsor en Newton. De kleuren, ze zijn ontzettend mooi. Ze kleuren licht, heel zacht en ik was best meteen verliefd eigenlijk. Ik heb hier een paar potloden die ik nog niet geslepen heb. En het voordeel van deze potloden is, je kunt ze echt ontzettend scherp slijpen. De punten breken dan ook niet af, waarbij veel potloden soms het geval is. En ik vind dit ontzettend fijn, want ik doe heel graag met de spitse punt kleuren. Ik zal beginnen met geel. Sorry. En zoals je kunt zien, ik heb bovenaan mijn potlood vast, dus ik zet eigenlijk geen kracht. Bij deze potlood is ook echt niet de bedoeling dat je heel hard gaat drukken. Ze zijn op oliebasis en dan krijg je op een gegeven moment echt dat je niet meer kunt blenden. En dat is zonde van je werk. Je zult denken van, ik zie nog allemaal witte vlakken. Maar ik ben er nu net van onder naar boven gegaan. Ga ik nu diagonaal, dan vul je het weer op. Of je nou korte lijntjes pakt of hele lange. Het maakt in feite dan niet uit. Want deze potlood, of potloden moet ik eigenlijk zeggen, je kan heel veel laagjes aanbrengen. Als je maar dun blijft kleuren. Blijf nu even bij dit blaadje. Even met dezelfde kleur werken. Ik heb hier daar trouwens ook de lichtste geel die er is, de lime zest. En je ziet, ik kan ook verder naar onder, dan wordt de druk wat harder. Maar ze zijn echt zacht. Niet zo zacht als de prisma's, daar ben ik heel eerlijk in.
Maar ze zijn wel, vind ik, zachter als de Faber-Castell. Je zal hier denk ik een streepje zien. Maar dat heb ik dus niet goed uitgegumd. Ik zal direct ook met dezelfde kleur weer een blaadje doen, maar dan harder drukken. Dan kan je zien van hoe of wat. Dit zijn dus nu 4 laagjes. En ik kan eigenlijk doorgaan tot aan mijn punt voor de helft op is. Je kan met streepjes kleuren, je kan rondjes kleuren. Het is gewoon eigenlijk waar je het zelf het fijnste vindt, hoe dan je kleurt. Het is niet van je moet zo kleuren of je moet zo kleuren. Ik laat hier nu even een stukje lichter om dadelijk te laten zien met een andere kleur. Ik zal nu laten zien wat je krijgt als je dus hard gaat kleuren. Tenminste, ik vind dit hard kleuren. Ik weet niet of jullie het zien, maar dan krijg je echt een soort laag eroverheen. Het spiegelt gewoon. Dan zal ik even kijken. Ik pak de orange. Die krijg ik nu niet mooi mee geblend. Wat ik ook doe, het doet niks. Ga ik hier terug naar het eerste blaadje waar ik dus met laagjes heb gekleurd, dan kan ik heel mooi blenden. Wederom ga ik weer grote halen pakken. En dan zal ik zo direct het verschil laten zien waar ik net dus meer had gekleurd met het geel. Misschien zien jullie het zelf al. Hieronder had ik net meerdere lagen gedaan, ook wat harder gedrukt.
dan zie je dat het oranje niet zo eruit springt. Als bij de rest. Hier had ik toen die rondjes net gedraaid. En toen is mijn mening, dan kan ik niet zo rustig zachtjes kleuren. Ik pak nog een keer de geel. En je ziet, de potlood pikt eigenlijk gewoon ook weer het oranje op. En het geel komt verder terug naar boven. In dit blik zitten hele mooie kleuren. Er zitten 48 stuks in, is het grootste blik wat Winsor & Newton heeft uitgebracht. En zoals jullie ook dadelijk op mijn blog kunnen zien, ik had al heel vlug door welke kleur ik kon gebruiken voor huidskleur, skin color. En dat is bij mij toch wel een must voor in mijn doos, blik, kist met kleuren, omdat ik het liefste portretten doe. Als je van blenden houdt, je kan hem met een droge douchelaar, kan je dus ook gewoon blenden. Het hoeft niet, maar het kan wel, gewoon omdat ik denk dat die olielaag gewoon heel zachtjes is. Ik kan er eigenlijk van alles mee doen. Doe ik het nu aan dit? Kijk, je ziet ook dat ik best veel eraf haal. Dus ik kan dadelijk weer opnieuw beginnen met die twee kleuren of nog een kleur erbij. Doe ik het aan deze kant? Ik zal even schoon de kant pakken. Lukt het blenden met een droge douchelaar? Bijna niet. Dit is van waar ik zo hard had gedrukt. Dit is waar ik zacht had gedrukt. Haal ik er dit vanaf. Het is echt niet. Te veel, te hard drukken. Echt zachtjes kleuren. Ik kan kijken. Nu met red, rood. Pik die dus gewoon op. Je ziet dat ik hier echt krasjes heb, maar dat is van net dat ik harder had aangezet. Maar het is zo fijn potlood. Ik heb hem
binnengekregen. En ik zou ik niet zijn als ik meteen aan de gang ga met een kleurenkaart. En ik was op de helft van de kleurenkaart en ik was eigenlijk wel heel rap verliefd op deze potloden. Ik hoop echt dat er nog meerdere kleuren bij komen. Ze hebben een zachte kern, wel een dikkere kern. Kleurechtheid, die is er ook. En deze potloden zijn ook echt voor, voor kleine details te bewerken. Net zoals in een landschap, niet dat ik dat kleur, maar of een portret. Je kan ontzettend veel met deze potloden. Wederom ga ik weer diagonaal, verticaal, horizontaal. Doe even mijn plaatje zo, dat makkelijker horizontaal kan gaan. Maar je ziet nog steeds het gele en het oranje. Nu heb ik eigenlijk dom gedaan. Want normaal is het rood, geel, wordt oranje. Maar ik wil gewoon laten zien dat je toch steeds het geel blijft zien. Dan ben ik aan het terugtellen. Ik had 4 lagen geel, 2 lagen oranje, nog een keer een laagje geel. Daar heb ik droog gedoezeld. Dan ben ik er maar rood overheen gegaan. Ik zal eens kijken wat dit doet. Dat is dus met de droge doezelaar. Ik zal dit blaadje nog een keer pakken. Ik zal even andere kleuren pakken. Pak antiek pink. Ik doe het bewust even op dit blaadje wat ik net dus al had gebruikt. Want ik wil direct dus proberen om het een blending vloeistof eroverheen te gaan. Nou, het roze pak sowieso al niet meer op het geel. Dus ik heb net echt hard gedrukt. Dus echt zonde van de potlood, zonder van je papier. Even kijken. Ik dacht dat ik alles bij de hand had. Eén momentje. Ik heb hier van Spectrum Noir Blending Solution. Is een soort, hoe noem je dat nou? Ik wou zeggen vernis, nee. Kom maar daar ook wel op. Maar in ieder geval, ik heb het in een potje gedaan met een sponsje.
Dus met een blending solution kan je dus ook gewoon blenden. Alleen, ik vind het, de kleur springt er wel harder uit als hier. Maar ik vind dit natuurlijker gekleurd als aan deze kant. Dus voor mij is het een no-go om met een blend vloeistof te gaan blenden. En het woordje waar ik net niet op kwam was dus terpentine. Reukloze terpentine. Maar dit niet. Dit ruikt totaal niet. Dus mijn voorkeur gaat of blenden met een droge doezelaar. Je kan ook blenden. Dan doe ik het even hier, dat je direct het verschil ook ziet. En dan pak ik even kijken. Ik weet helemaal niet of het gaat. Magenta. En dan pak ik de witte potlood. Die is meestal bij mij dus wel gewoon kort. Ik zeg nee, dan kan ik nog een keer proberen met een blend potlood. Dat gaat redelijk. Dus ik blijf zeggen, lekker met een droge doezelaar. Dat is mijn voorkeur bij de Winston. Wat zeg ik nu? Windsor en Newton. Ik had al een kleurplaat gemaakt. Eventjes erbij pakken. Voor op de blog natuurlijk. En dat is deze geworden. Ik moet zeggen, ik vind hem goed gelukt. Hier het goud, kleurig. Het was voor mij eigenlijk, hij moest heel oranje worden en tot mijn verbazing kreeg ik een gouden kleur. En daar heb ik eigenlijk 3 gele potloden voor gebruikt. En ik had zoiets van, ik hoef geen moeite meer te doen met zwart, donkerbruin. De kleuren die eigenlijk bekend zijn om een goudlook te creëren. In deze veren zitten alle kleuren bruin die ik heb. En dat zijn er, even kijken hoor, 2, 4, 6 en 1 warm grijs. Dus zitten 7 tinten in. Hier ook, alleen net anders aangebracht. Hier heb ik wat lichter grijs. De groene, ik weet niet wat zijn, de stenen zijn ook maar 2 kleurpotloden. Dus al maar al nogmaals een toppotlood voor weinig geld. De
Ik hoop dat ik jullie zie op mijn blog. En als er vragen zijn, kunnen jullie dat altijd aan mij vragen. Via mijn e-mail, Facebook. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!